Kees van Kooten en Wim de Bie ontmoeten elkaar eind jaren 50 op het Haagse Dalton Lyceum en begonnen een cabaretclubje dat heette Zebra. En de rest is geschiedenis. De onwaarschijnlijk rijke geschiedenis namelijk, waarmee het duo 40 jaar lang met virtuose satire in liedjes en televisie en radiosketches de Nederlandse maatschappij van commentaar voorzag. Deze vrijdag opent de tentoonstelling van Kooten en de Bie. En wel hierom met een overzicht van hun werk. En beide heren zijn hier. Ja. Het wordt een wandeling door het verleden. Aanstaande vrijdag, of je nou wil of niet. Ja. En hoe is de stemming? Melancholiek? Heimweerig? Trots, vrolijk, vereerd. En verbaasd. Wij moeten de tentoonstelling nog zien. Ja. Want hij wordt ons aangeboden. Ja, Maud Keus heeft de selectie gemaakt. De keuze. Dus we weten en het niet. En de staf van nog. Het museum is die spannend. Wij hebben spullen geleverd. Pakken van types. Tanden. Ja. Brillen. Lenzen. Snorren. Alles ligt daar. Schoenen. Ja. Teksten. Straks gaan we toch op het museum in, of het er nou staat of niet. Dan gaan we een wandelingetje maken. Maar eerst, zo zal het altijd gaan, een grote compilatie, zodat we even weer weten hoe rijk die geschiedenis van Kooten en Bie was. Professor Hakkermans, voor welke ministerspost bent u gevraagd? Nou, ik ben nog niet officieel gevraagd. Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik. Grote, warme, natte, lekkere ballen. Trouwens, die hele lente een opzienjarige tijden. Met die bloemen die maar schaamteloos opengaan, zodat je in die kelken kan kijken. En dan nog de muur, die eigenlijk geen functie meer heeft. De muur die heeft eigenlijk geen functie meer. Toen was geluk heel gewoon. Hoi, even. Ja. Cor van der Laak en wel hierom dat ik mij op afschuwelijke wijze in mijn kuif gepikt voel. Elke dag een draad gesponnen geeft een hemdsmouw in het jaar. Vind jezelf, broeder. Vind jezelf. Wees en blijf maar in jezelf. Wat kan je ook op een pils drinken, joh? Mag ik even mijn zin afmaken? Even, sorry. Sorry. Lang lul. Ik heb het voor niet bij jou. Heb ik u al verteld dat Pieter Cilly in de orm goed is tegen kiespeen? Onze God is de beste. Onze God is kampioen. En dit was Raad van Haat. In Kijk op het Rijk. Ik vind het lekker, een sterke man, zeg ik eerlijk. Weet je niet, als ik in het café bijvoorbeeld eens een keer tuit van mijn kruk ben gekukeld, dat hij me naar boven kan dragen en zo. Dus, ook dat ik want. Presentatie, Karel Timofeef. Boos weer, in de Haag. Onderlaag! Gatsie. Wat is er, net? Jassen, gatsie. Wat is er, zus? Heeft er toch weer een kerel zijn handen niet thuis kunnen houden en dergelijke? Thea, ik vraag je in gemoede. Heb je kleine, doch stevige billen? Te ja, dan te nee. Houdt het dan nooit op? Nee. Nooit? Het houdt nooit op. Het houdt nooit op. Ja. Meer dan 10 jaar geleden al gestopt als televisieduo. Dus dat is allemaal alweer een tijdje geleden. Nu gaat het museum open. De vitrines, de gangetjes, de uitstalkasten, de kabinetten. Waar loop je het eerst heen? Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat wil je zien? We zien nu wat fragmenten die wij zelf ook vergeten waren. Het is, zegt Maud wel eens, het is meer dan 1000 uur. Ja. Dus we weten het niet helemaal meer. Maar je ziet in ieder geval schermen met nieuwe compilaties op thema's. En je kan in die zaal 7 uur kijken naar die schermen. Even, de tijd is te kort en het oeuvre is te groot om hier echt alles te duiden. Maar we hebben toch de ambitie, Mark-Marie en ik, om even in de ziel van dit duo om daar te kunnen geraken. Ja. Daar hebben we jullie hulp bij nodig. We hebben jullie gevraagd, wat wil je zelf graag zien? En toen zeiden jullie, de eerste ontmoeting tussen Koos Koets en Robbie Kerkhoff. Ja. Want dat ontroerde jullie. Nou ja, het is altijd ongelooflijk spannend als we twee types hadden. Duo's zijn natuurlijk het mooiste. Er is één keer dat je ze voor het eerst gebruikt. En dat je elkaar in die vermomming weerwerk moet bieden. En dit was zo'n moment dat we voelden meteen, dat is een blijvend duo. Maar dat is raar. Ik zit, geloof ik, op bed en Wim komt boven en het klikte. Het klikte al lang aan natuurlijk, tussen ons. Maar als dat duo, dat voel je dan. En het is de oudere jongere werd daar geboren? Ja, de oudere jongere. Dus jij zit boven aan de trap, Wim komt omhoog als Robbie. Ik wist wel dat hij kwam. Dat weet ik, dat begrijp ik. Ja. Maar het is wel leuk dat je het stelt. Het ontroerde je blijkbaar. Ja, die eerste seconde voelde je, jeetje, daar kunnen we lang mee pingpongen. Dat is een duo, dat spreekt makkelijk en dat gaat vanzelf. Ja. Dit improviseren we dan ook. En toen had je al een beetje kunnen wennen aan zijn gezicht met het rare gebit. Het is natuurlijk allemaal al geweest. Als we gesminkt werden, keek de ander mee om zich vast in te leven. Ja. Oké, we gaan kijken naar de eerste ontmoeting tussen Koos Koets en Robbie Kerkhoff.
Hey. Hallo. Ik ben dus Robbie Kerkhoff en ik heb je oproep gelezen. Nou, die sprak mij wel aan. Dat sprak jou wel aan? Ja, dat begrip oudere jongeren. Als oudere jongeren val je tussen de wal en het schip. Aan de ene kant de wal van het CRP-paspoort, cultureel jongerenpaspoort, waar naast? Wij te oud voor zijn. Aan de andere kant de 65-plus-kaart, waar wij te jong voor zijn. Dat is het dus helemaal, het hele probleem dat wordt is het ontkend. Probleem. Je wordt gewoon genegeerd tuurlijk. Als oudere jongeren. Ik wil altijd jong blijven. Oud of jong heeft ook niks met leeftijd te maken. Ik bedoel, dat heeft ook niks met leeftijd te maken. Tja, Mark-Marie, we vroegen het jou ook. Ja. Keek jij vaak? Ja, natuurlijk. In de hoogtedagen was ik volgens mij wel iets... Maar wij keken hartstikke vaak naar... keek een week later natuurlijk, toen ik zelf woonde. Maar ik vond die... ik vond mijn favoriet meer. Dat is altijd moeilijk natuurlijk. Ja, dat is wel maar de Moeder en Zoon van Putten vond ik heel mooi. Omdat het zo... ik haal altijd heel erg als er een soort treurnis ook in zit. En dat was een, die zoon die bij die moeder woonde en die moeder... Die dat absoluut... Ja, het is Mark Rutte en Verdonk eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Ja, je had zo'n jongen op school. Ja. Zo'n zielige jongen. Ja. En op een dag kwam dan die moeder van die jongen verhaal halen voor het cijfer bij gym. Ja. Mark Rutte was die jongen op school. Ja. En Verdonk komt op zijn brommer in een mannenpantalon. En die jongen schaamde zich dood. Verschrikkelijk. Nou, dat, ja, als we daar morgen een nummer over moeten doen, dan zijn het die moeder en die zonen. Die moeder denkt dat Rutte de zoon is van Verdonk. Dat is duidelijk. Precies. Is dat nou niks voor jou, jongen? Ja. Dat is echt een leuk meisje met liberale beginselen, Mark. Kijk eens, dat is iets voor jou. Ik wil geen meisje met liberale beginselen. Oké, we gaan even kijken. En vroeger was het heel raar als je zei dat je zoon een vriend had. Maar tegenwoordig, als je zegt dat je zoon een vrouw heeft... dat is zo burgerlijk, hè? Dan val je echt een beetje uit de boot te midden van je vriendinnen. En Frank heeft nog niet eens een vrouw, hè, Frank? Nee, moeder. Heb je nog een leuke meneer die daar zit? Niet wijzen, moeder. Nou, ga maar even de neus poederen, hè? Ja, moeder. Even de neus poederen. En ik wil helemaal geen leuke meneer. Ik wil een lekkere, ronde, blonde meid om mee te rollenballen onder de kerstboom. En om mee op wintersport te gaan. En dan op 2000 meter hoogte, dan trekken we de skibroeken uit... en wrijven we mekaars billen in met sneeuw. Omdat we dat fijn vinden. Ja, ik heb geen lekkere blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder. En daar ben ik voor behandeld. Als je dat oeuvre hebt, en het is dus ook een catalogus... want als je nu zegt, dit is volledig toepasbaar op Rutte Verdonk... dan heb je dus een staalkaart om, om morgen te beginnen. Ja, zo werkten wij natuurlijk altijd. Als het weekend actualiteitslijstje gemaakt was... dan keken wij toch... welke types kunnen het beste iets over die ontwikkeling zeggen? Welke types worden het meest daardoor geraakt? Ja. En dat zouden we dan nu gedaan hebben morgenavond. Dit duo morgenavond zo gebruiken. Precies. Ja. De tegenpartij. Op een gegeven moment... Ach ja. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Dat zijn de door ons meest betreurde figuren... die hebben we na 2 jaar dood laten gaan. Dat hadden we nooit moeten doen. We hebben nog jarenlang gezegd... hadden we Jacobsen van Es nog maar. Even de tegenpartij toen. Okay. Nogmaals, Jacobsen en van Es hadden een tegenpartij voor Fortuin. Zeer rechts. En jullie kregen kiezers. Jullie hadden 6 zetels in de Kamer kunnen krijgen... als je er werk van had gemaakt. Ja, dat was toen Glimmerveen was er. Die was eigenlijk nog veel erger dan Janmaat. Dames en heren, hier ziet u dan de nieuwe indeling van Nederland in 20 provincies. A la de tegenpartij. Heb jij hem zelf getekend? Ik nog bij Jacobs, even kijken hoor. Uit mijn hoofd geleerd. Alle Grieken in Nederland, die stoppen wij weg hier op de eilanden. Dat heet nou de provincie Grieksel. Zijn ze gewend. Net als thuis. Eilanden, water, rotom. Dan alle Turken komen in wat eens de provincie Drenthe was. Dat heet nou Turkenburg. Ja. Nederlanders die niet meer tegen buitenlanders kennen. Wat doen die? Die gaan allemaal hier al heen. Kijk. Dit is de Randstad, dat heet nou Blankstad. Blankstad. Daar kennen alleen buitenlanders komen met een pasje. Oh, ja, ze kennen niet zomaar de Blankstad dat in. Maar wat was de opdracht, jongens? Dat is een veel te grote vraag, hoor. Maar natuurlijk lol maken, de mensen aan het lachen maken... en ondertussen ook iets vertellen over de wereld waarin wij leven. Zo simpel was het eigenlijk. Op die manier. Ja, zo begonnen onze besprekingen voor een kijk op de week. Altijd met wat is er gebeurd, wat hebben we gelezen... waar winden we ons over op, wat hebben we op straat gezien. Er zijn heel veel types gewoon op straat gezien. Spiegel van Nederland. En dan probeerden we daar dan uit scènes te maken. De vieze man, waar werd hij geboren? Ik was met mijn dochter naar het bos geweest in Hilversum. En daar lopend. En daar kwam een man aan en die zei tegen mij... en Kim was toen 3. Die zei, ik zou maar niet verder lopen, want daar liggen er 2. En ik zag aan die man
dat dat niet waar was. Maar hij vond dat lekker om te zeggen. Dus kwam thuis, we filmden altijd thuis met 5 man in een auto. Hup, kunnen we alles doen. En ik zei, ik had nou een rare man in het bos. Dat een vieze man. Een vieze man, zegt Wim, een vieze man. Nou, wat zullen we doen? Zullen we een vieze man doen? Oké. Dus hoe ziet hij eruit? Nou, een regenjas van mijn vrouw, dit, nou, Arjen, een beetje een bloeddingetje. En toen is Wim met zijn hondje, had hij bij zich. Als de, ook de eerste meneer Foppen, ja, denk ik. Ja, buiten in het bos gewoon verlegen, zielige man. En ik zei ook letterlijk tegen hem, ik zou niet verder lopen, want er liggen er 2. En dat was weer zo'n duo wat perfect klopte. En was het verder uitgeschreven of gaan jullie dat dan? Niet, dat echt niet? Nee. Wij gaan kijken naar de vieze man. Niet die eerste scène in het bos, maar wel een scène in een bushuisje met een verlegen meneer De Bie. Oh ja, 10 jaar terug. We maken ons nu druk over dit soort reclames. Kijk, de mevrouw moet zelf push-up doen. Met ja, de busters, ja. Dus gewoon de busters houden. Zielig, hè, voor de mevrouw. Kijk, ja, zielig, het he? Valt soms niet mee. Jij hoeft helemaal niet met de bus, hè? Hoe bedoelt u? Nee, je zit gewoon hier tegen die mevrouw aan te kijken, hè? Want je hoeft helemaal niet met de bus. Ja. Dacht je dat die mevrouw dat leuk vindt? Hè? Denk je dat die mevrouw dat leuk vindt om zo bekeken te worden? Je hebt toch geen bustershouder nodig? Laat die mevrouw dan met rust. Dat is die mevrouw een beroep, hoor. Daar kunnen die mevrouw er niks aan doen. Zou jij het leuk vinden als je de hele dag in je blote onderbroek moest hangen? Nee. Ik zal maar uitkijken voor die kerel, voor je bekleding, want hij staat op springen. Glijp hem! Smeerpijp, viserie! Met erg veel plezier gespeeld, zie ik. Ja, heerlijk om te doen. Hij zou nu bij meneer Foppen, bij Wim aan de deur komen en in de hele rage van de porno die openbaar is geworden, een stuk van Tommy Wieringa, gisteravond, NRC, en het kale geslachtsgebeuren. Zou die kale geslachtsgebeuren, ja, dat zeg je toch niet? Nou ja, het is allemaal geschoren, toch? Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Nou, dan zou die dus bij Foppen aan de deur komen en zeggen, ik ben de schaamtescheerder, dan heb je nog wat te scheren. Oh? Moet het tegenwoordig allemaal eraf, hoor. Ja. Zal ik even aan mijn vrouw had je de scharen sniep en nou heb je de schaam te scheren. Dat wist ik niet. En is uw vrouw thuis misschien? Dan kan dat even. Dus hij kan hem. En hij kan meteen, hè? Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, ik hoor het wel. Maar even de wondertjes van Cote & Bie zijn natuurlijk ook de vrouwenrollen geweest. Jullie willen alles klein houden, zelf doen, zelf schrijven. Dus ook geen vrouwen als gastactrices. Dat doen we allemaal zelf. Mijn vrouw. Jawel, af en toe. Maar bij Kok van der Laak, klopt. Hè? Kort. Maar de vrouwenrollen. Een genoeg op zich. Die stem van die ene vrouw met die sigaret. Ik ben de naam even kwijt. Hoe heet ze ook weer? Diana Charité. Maar van mij is nooit een mooie vrouw te maken. En Wim kan een... Kijk eens. Ja. Prachtige vrouw zijn. Ja, wat is dat? Ja, dat weten we niet. Holboog. Ja, dat ja. Weten ja we maar niet. Dat ziet er zo tot hier wel aardig uit. Maar ik moet niet gaan staan. Dan het echt. Of gaan zitten, zoals daar. Een gigantische vrouw. Ja. Dus je ziet er altijd maar in één zo'n shot, zo'n midden shot. Ja, het is lekker om te doen, ook om te lopen als een... Ik vind de fijnste vrouw, vind ik, de moeder van Frank. Dus om met Wim te wandelen over straat. Ja. En het is wel raar, hoor. Ik ben eens een keer als die Carla van Putten naar Parijs gegaan. Omdat ze een afspraak had met een Harry Hogemuts. En die kwam niet opdagen. Maar de hele dag geschminkt door Parijs. En dan ook gaan lunchen. En dan mensen zien kijken. Dat is heel raar. Wond het je op ook of niet? He? Wond het je ook op? Je had nog meer te doen. De stem van Diana Charité. Waar komt die van? Even gewoon de we zitten toch in het museum, jullie zijn bijgezet, nu willen we het weten. Doorgerookt. Doorgerookt. Ze begon te zeggen, de eerste verschijning was, Hans van Mierlo was toen nogal lekker vlot bezig. En dat was Hans van Mierlo. En dan zit die man, ik zie gewoon helemaal te soppen, weet je wel. Helemaal soppen op die man. Dat zijn die doorgerookte vrouwen die en die vermoedjes drinken en die ongefilterde mentholsigaretten roken, ja. Oké, morgen uitzending. Laten we zeggen dat jullie hebben toch het boekje, allebei de boekjes in de zak. Ja, ja. Zullen we de tv aanzetten? Ja. Cote & Bie, 1 minuutje. Of daag ik jullie nu te veel uit? Koos en Robbie waren bij de Stones in het Goffert staan. Gisteravond. Ja. Was het leuk geweest? Ja. En die hebben natuurlijk dat ook helemaal gefilmd. De Mick Jagger is incontinentaal nu.
Mick Jagger. Die is helemaal incontinentaal. Maar het was goed. Ja, maar het was. Weet je wat het is? Je krijgt na zo'n concert nooit satisfaction. Ja. Je wil altijd meer. Maar jij mag de prijs maar voor op €90, weet je wel. Om vier incontinentale bejaarden te zien rocken een beetje. Dat ben helemaal gelaten. Nou ja, enzovoort. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Kees van Toten en Wim de Wier.